Yo, goed gekeken, dit is een gloeiende video van Rocket League. Ja, ik ben deze keer nu wel met Sibel, streamer. Ja, zijn naam is op Twitch. En we gaan dus Rocket League doen. En ook, jullie gaan ook een beetje een ander soort beeld zien. Of gewoon ook de audio van dingen horen. Dus dat gaat ook gebeuren. Ja, zeker. Yep. Je bent nu ook aan het opnemen? Ja, hij neemt op. Je bent klaar of wil je nog iets veranderen in je auto? Nee, niks. Doe maar. Ik ben überhaupt niet heel goed. Dit is lang geleden. Ik heb heel veel gespeeld op PlayStation. Ik heb 2 VS2 gestart. Ja, ik moet ook nog een beetje oefenen. Oeh. Die autootjes rijden altijd zo apart. Zeg maar, het stuur die gaat heel erg. Oh! Hé, dat moet je! Ik rij, zeg maar, ik speel nu op controller, maar ik weet niet wat. Oh ja, het is gewoon die knop. Net had ik die tutorial hoor. Ik moet op een driehoekje klikken. Of op een driehoekje. Tuurlijk. Ja, voor lockdown, ja. Ja, Ik ga het helemaal goed. Oh. Ik kan hem. Pak hem. Nee. Maar zijn dit online met mensen of bots? Hoe kan je ook een boost geven? Nee! Ik vind het zo jammer van die eerste. Ik wil die zo terug duwen. Hoe kun je ook weer boosten? Ja, bij mij is dat B. Oké. Ik denk voor mij bij jou is dat rondje. PlayStation. Nee, ik speel ook op PC. Ik heb ook Xbox controller. Ja, maar dan controller. Ik speel ook controller. Okay, ik wil ook alleen maar rondje draaien. Het eigen doel. Ik moet voor niet die rechter knokkeltrouwen aanraken. Misselijk soms in de camera. Nee. Nee. Point toch die muur aan. En dan te laat. Jeetje, maar zijn we al getackled hier.
inschieten als je... Het is agressief die ook in je mensen. Ik zag gisteren hele mooie auto's. Ik wou bijna eigenlijk foto's voor je maken. Ja. Waarom is het zo fucking... Nee! Nee. Oké, goede redding! Goede redding! Ja, hij is gewoon überhaupt heel erg scheef, die gast. Iemand die ik ken, die was echt heel goed in. Yay. Oké, ik heb wel een achievement ontgrendeld. Maar kijk gewoon trouwens mijn ping even. Ben je? Jouw ping is echt hoog. Jouw ping en die van mij is best wel hoog, maar dat klopt niet hoor. Mijn ping is echt niet zo hoog hoor. Nee, mijn is ook niet zo hoog normaal. 30 is die van mij en die is van jou ook hoog. Nee, ik merk helemaal niks van dat de ping hoog is, anders had je dat echt gemerkt in deze game. Ja, ik merk er ook niks van. En 10, 11, ping 11 of 10 is normaal. Oh, ik moet de ready klikken. Ja, volgende wedstrijd. We gaan gewoon nog een keer proberen. Gewoon nog een keer. Wil een revenge. Ik had wel veel balinteractie in ieder geval. Daar krijg je ook punten van, hè? Balinteractie. Mm-hmm. Bam! Ik ben nog echt die boost voor. En best wel knap gedaan, hè? Ja, ik deed nog even die boost. Ja. En toen vloog mijn autootje helemaal overal heen. Kijk, let op! Oh, alweer. Dat is een klip. Ik zeg je, die is zo handig als je daar staat. Is mij opgevallen. Als je goed timed, dan kun je gelijk een goal scoren daar. I know. Alleen nu sta ik te ver. Nee, nu niet. Ik heb niet goed getimed. Ik wil er net voor gaan. Hoppa. Nice!
Hé hey man, we worden best wel goed erin. Maar deze mensen zijn voor mij ook niet zo goed. Qua verdedigen. Oké, ik ga proberen weer dat... Kijk, ik kan niet van die kant. Dat werkt niet, dat is... Ja, we moeten skief. Skief. Dan moet je echt zo'n... Nee! Basketbal er bijna uit. Hey, maar zit er eigenlijk alleen maar te botsen, die mensen? Ah! Net niet van die bal komen. Hey man, dit is de derde goal van mij. En nu is het andersom. Oh! Boom. Ik bleef ook voor je staan, want ik zag dat hij erin ging. Je moet gewoon zien wat ik deed. Nee. Ah, hij ging zo gewoon de weg schoppen. Nee. Oh, hier zoekt hij er langs. Nee. Die gasten gaan mijn hele tijd wegduwen bij de bal. Ja, inderdaad, dit is toch sick. Nee, ook waarom? Gewoon gewoon je kaart. Dat zou wel vet zijn als we deze game dat gehad. Wat zei je? Een rode kaart krijgt ofzo als je veel mensen duwt weg bij de bal. Het is wel leuk als je elke bot dat er dan zo'n geluidje komt. Doe ze hoog elke keer. Misschien kun je dat er soms even in editen. Wat? Je kan dat er soms even in. Als je zo in dat er zo'n geluidje komt. Oh, je kon nog een bol maken. Yay! Yay!
Ja, jongens. Ik ga dus hier de video afsluiten. Ik hoop jullie genoten hebben van deze video. In ieder geval wel. En we hebben dus op laatste dag even echt een goed potje gehad. Zoals je zag, gewoon echt lekker en ook genoeg glitch dingen, zoals je zag. Want ja, dat is eigenlijk een soort glitch. Terwijl als je op het perfecte moment timed daar, dan kun je gewoon zo goed scoren. Dan kun je zo goed scoren, zoals je zag. Ik deed twee keer. En ja, dat is gewoon een soort leuk glitch wat we gebruiken af en toe. En ja. En dat is, dat was het dus, weet je wat er is gebeurd. En ik wil samen zeggen, dus zeker even een blauw duimpje, zeker te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En daarnaast op dat belletje te klikken, naast waar mijn nichtje op staat, zodat je geen video meer hoeft te missen natuurlijk. En dan zeg ik zoals altijd, adios. En check ook even het Twitch kanaal van Sibel Gamer. En natuurlijk mijn social staat natuurlijk ook. En dan stop ik hier de video. Ik zeg adios.